Ik ben op een gegeven moment ben ik gestopt met de middelbare school. Want dat vond ik moeilijk. Weet je wel, ik kreeg ook onverwacht SO's. Hè? Dat is moeilijk. Ja, maar dan weet je niet. Wel, niet. Van, wow, wel, niet. Wat, en dan leerde ik hem voor de zekerheid niet. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn ouders. Ik zei, lieve heersende blanke ouders van mij. Ik, Daniel Arends, zal stoppen met de middelbare school. En wel met ingang van wanneer dat dan mag van jullie. En toen zeiden zij allebei tegelijk, dat was heel gaaf, zeiden ze allebei tegelijkertijd, ah, wat een fantastisch idee. Dat is exact de reden waarom we jou naar Nederland gehaald hebben. Zodat jij hier op je dode gemak uit kan zoeken of je het hier nog kutter voor jezelf kan maken dan je het daar gehad had. En toen zei ik van, oh ja, ja, ja. En... en elkaar al heel lang natuurlijk. En toen zei mijn moeder, ja maar zo, hè, kleine bruine man, zit de wereld natuurlijk helemaal niet in elkaar. Snap je? Ik bedoel, het is niet stoppen met school en dan hopen dat het allemaal maar goed komt. Hè? Je gaat nu gewoon een baantje zoeken en dan ga je, lekker ergens werken. Ga maar op het postkantoor werken. Hè? Ga maar lekker postbode worden en dan ga je bij ons huur betalen. En ik wilde natuurlijk helemaal geen postbode worden, want dat is gewoon niet leuk. En dat is een goede reden is. Maar ik dacht ook, hallo, mijn grote held, Raymond van Barneveld. Hè? Die is daar begonnen, dus er valt vast wel iets te leren. En er viel ook iets te leren. Ik heb een hele goede les geleerd. Dat is namelijk de volgende les. Om een goede postbode te zijn, moet het je diep van binnen iets kunnen schelen of mensen daadwerkelijk hun post krijgen. Want dat, lieve mensen, had ik helemaal niet. Nee joh. Er waren weinig dingen die mij minder konden schelen. Ja, want dan liep ik een soort hofje en dan zette ik hier mijn fiets neer en dan ging ik hier zo en dan tak, 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 allemaal brieven. Oh, het gaat goed, gaat goed. Oh, ik ben al op de helft. Oh, dit gaat echt lekker. Tak, 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 tak. En dan kwam ik hier, maar dan vond ik onder in mijn tas vond ik een brief die weer helemaal daarheen moest. En wat ik met die brief deed, ja, die kan je brengen, maar ja, ik ben geen atleet, snap je? En wat ik dan deed was nog gooide ik die brieven zo onder mijn bed of op weg naar huis in een totaal andere wijk. Of soms stond er ook op belangrijk. En dan dacht ik altijd van, oeh, dan bewaar ik hem wel. En dan kreeg ik altijd problemen met mijn baas. En mijn baas heette Ferry. En Ferry kon helemaal niks. Die kon helemaal niks. Hij was mijn baas geworden omdat hij ouder was dan ik en daar langer werkte. Wat natuurlijk helemaal geen vaardigheid is, snap je? Daarvoor hoef je in principe alleen niet dood voor te gaan. Snap je? En wat er wel vaker gebeurt bij mensen die iets krijgen waar ze niet hard voor gewerkt hebben, is dat mensen een beetje veranderen. Mensen veranderen een beetje. En Ferry die veranderde in iemand die belangrijk ging doen. Van, hey Arends, vergeet je niet even dit, vergeet je niet dat. Hey Arends, doe dat nog even. Hey Arends. Gewoon belangrijk. Ik ben Ferry en ik ben belangrijk. Ferry important, zo noemen we hem altijd. En Ferry important, die had één hobby, dat was keihard zeuren over het feit dat ik mijn postbode tenue niet aan wilde. Die wilde ik gewoon niet aan, snap je? Het was een heel lelijk ding, trui met strepen, rode en grijze strepen en een broek. Zo heel het stond hier zo, van, oh, lelijk hè? En snap je, ik had die strepenstrui, die wilde ik niet aan. Want ik vond meisjes leuk en ik wilde dat dat wederzijds was. Snap je, dan wil je op die leeftijd wil je niet op straat lopen dat meisjes denken, oeh, wie is dat? Is het George Clooney? Is het Brad Pitt? Van, oh nee, het is Ernie. Snap je? Dat wil je niet. En dan ging Ferry important, die ging helemaal tegen mij van, hey Arends, je moet wel even je trui aan. Ik zeg, why? Why, Ferry important? Why do you want me that I the trui aando? What have you eraan? En toen zei hij, ja, anders kunnen mensen niet zien dat jij de pusbeude bent. Ik zeg, maar Ferry, anders kunnen mensen niet zien dat ik de pusbeude ben. Maak even een beeld in je pusbeudeheuf. Ik ben zeg maar die gast die met zo'n berg brieven achter op zijn fiets zo langs de deuren gaat en dan zo daar iets van pakt en dan zo bam zo in de brievenbus doet. Wie zou dat zijn?
Nee, maar very important. Wie is dat? Is het de omgekeerde dief? Nee. Nee, joh. Dat hoor je toch nooit? Oeh, er is ingebroken door de omgekeerde inbreker. Ik heb nu 6 inboedels. Dat hoor je nooit. En waarom niet? Omdat ze niet bestaan, very important. Hè? Net als kattentampons of kinderdildo's. Hoop ik. Hè? En het meest demotiverende vond ik nog wel dat ik op een gegeven moment merkte hoe kleiner de fout die ik maakte, hoe groter de problemen. Dat is heel gek, hè? Dus hoe kleiner de fout, hoe groter de problemen. Ja, dat werkt zo, als jij een brief verkeerd gooide, maar je gooide hem net verkeerd, hè, bij de buren, dan dachten mensen, oeh, deze is verkeerd. Die moet helemaal niet hier zijn, die moet bij de buren zijn. Die ken ik, oh, dat weet ik, want die ken ik. Oh, dit is fout. Ik ga bellen, ik ga zeiken, ik heb een kutleven. Ik kan mijn onvrede niet op mezelf betrekken. Ik ben zo. Terwijl, als jij hem op weg naar huis in een totaal andere wijk gooide, dan denken mensen alleen van, huh? Snap je, dat zou u ook doen. Als u morgen een brief krijgt die bestemd is voor iemand in Japan, dan denk je ook niet van, Jezus, wat een slechte postbodes hebben ze daar. Die gast is met zijn spleetoog gewoon helemaal hierheen gelopen. Dat denk je niet. Het enige wat je denkt is, nou, ik weet niet precies wat hier gebeurd is, maar één ding weet ik wel, ik ga het zeker niet uitzoeken. Paats! En langzaam dat ik was, jongen. Langzaam. Nee, maar echt. Ik liep ook zo. Het was een fase. Een hele lange fase. En op een gegeven moment, ik was zo langzaam. Ik moest dan 's ochtends sorteren en dan was het donker. En dan mocht ik, op een gegeven moment was het gesorteerd. Ging ik naar buiten, was het weer donker. Was het gewoon weer donker. En dan kan je één ding vertellen. Als jij de hele dag geen licht ziet, dan is het net alsof er geen hoop is. Dat is grappig, hè? Alsof er gewoon helemaal geen hoop is. En op een gegeven moment zei Very Important, die zei tegen mij, hey Arends, volgende week heb jij je trui aan, anders werk je niet meer. Dun, dun, dun. Ik zeg, oké, Ferry, één ding nog. Als ik hier niet meer werk, hoe kan jij dat zien of ik mijn trui aan heb? Was een beetje tof doen, weet je wel, want ik was natuurlijk eigenlijk gewoon doodsbang. Hè? Ik bedoel, je wil wat van je leven maken, je verliest je baantje. Hè? Dus dit is niet leuk, weet je wel. En als je, ik kon ook helemaal niks. Ik kon...